De zomers worden steeds heter en de verwachting is niet dat dat zomaar verandert. Dus is het prettig voor mens en dier. En ook zeker een belangrijk aspect is het dierwelzijn. Hè. De dieren hebben niks te kiezen, wij kunnen weg. Maar het varken blijft in het hok waar het ligt. Hitte stress vormt tijdens de warme zomermaanden een serieus probleem bij varkens. Bij te hoge temperaturen nemen de varkens minder voer op, wat leidt tot een tekort aan essentiële nutriënten. Wat kun je doen om hitte stress te voorkomen? Jan geeft in deze boerderij uitgelicht praktische tips. Hi Jan. Hi. Wanneer treedt hitte stress nou bij varkens op? Nou, natuurlijk in de zomer als het echt warm wordt. En als het buiten 28-29 graden wordt, dan wordt het in de stallen vaak nog een paar graden extra warm. En dan hebben de dieren er echt wel last van. Hoe kun je dit nou zien aan het dier zelf? Nou, meestal zie je wel dat ze wat kortademiger worden. Ziet ze weer hijsen en ze willen de warmte kwijt. En dan hebben ze moeite mee om de warmte kwijt te raken. Ja, ze willen ook het voer niet meer helemaal opeten. Ze knoeien met water. En ja, ze worden toch wat passiever eigenlijk. Hoe kun je er nou preventief voor zorgen dat het dier niet zo'n last heeft van die hittestress? Ja, proberen om de ventilatie in ieder geval voldoende hoog te hebben, voldoende luchtstilheid. En ja, en tegenwoordig kunnen we gaan koelen. En dat is natuurlijk een hele warme, welkome manier. Ja, en dat koelen, hoe doe je dat precies? Nou, wij hebben een systeem dat de binnenkomende lucht over de zolder komt. En die wordt daarvoor gekoeld door nevel. En die nevel komt geleidelijk aan naar beneden in de middengang en gaat dan pas de afdelingen in. En dat systeem, dat neem ik aan, hier vrij nieuw. Of in ieder geval, dat zal niet bij iedereen zo hangen. Wat zijn dan nog andere maatregelen die je dan kan treffen? Nou, het is nu bij ons 2 jaar dat werkt. Andere maatregelen vallen er niet mee. Want ja, je kan wel iets individueels bij een zeug doen. Maar ja, dan heb je het gedaan, heeft de zeug er profijt van. Maar daarna ga je weg. Want je kan er niet bij blijven staan. Dus juist doordat het nu geautomatiseerd is dat gewoon heel fijn. Ja, precies. En zijn er ook nog gewoon kleine trucjes misschien die je dan nog kan doen? Of gaat het echt puur om dat ventileren? Nou, ventileren is belangrijk en die nevel is belangrijk. Maar het is wel belangrijk dat je goed let op de luchtvochtigheid. Volgens mij is het bij ons nu begrensd op 68%. En je wil niet een hogere luchtvochtigheid in je stallen, want dan worden de varkens weer benauwd. Dus dan heb je eigenlijk weer een averechts effect van wat je zou willen bereiken. We zitten hier nu ook bij de biggen. Hier kunnen ze ook lekker onder zitten. Heeft dat dan ook weer effect voor die hittestress? Nou ja, het kan natuurlijk ook voor de biggetjes te warm worden. Hè. Biggen die kunnen beter en die willen graag wel een behoorlijke warmte. Maar ja, te warm is natuurlijk ook niet fijn. Ja, en dan gaan ze natuurlijk op plaatsen liggen in het hok waar je het liever niet zou willen. En het ergste geval is te dicht bij de zeug. En dan zou je ook uitval door doodgisten kunnen krijgen. Ja. En dan iets wat je dus ook zeker niet wil. En stel dat nou je dier last heeft van die hittestress. Wat kun je er dan eigenlijk nog tegen doen? Ja, je zou kunnen koelen en varken nat maken. Maar ja, dat zei ik al, dat is eigenlijk lastig. Ja. Want dat doe je in een moment en daarna ga je weg. Hè, bedoel, s'avonds gaan we naar huis. Dan eten en andere dingen doen. Ja, dat varken staat daar nog steeds. En dat is wel een hele fijne van dat koelsysteem. Dat is geautomatiseerd. Want die werkt op die luchtvochtigheid, maar ook op de temperatuur. En die stopt pas als de temperatuur gaat zakken. En dat gaat vanzelf. En dat is als wij al lang weg zijn. Dan gaat het eigenlijk vanzelf goed. Precies, dus dan zou je ook zeggen van voor varkenshouders, zorg ervoor dat het allemaal geautomatiseerd is. Ja, dat helpt natuurlijk ook minder werk aan. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. En waarom vind jij het verkoelen dan zo belangrijk? Nou, dat is eigenlijk een hele logische stap. Want in de winter ga je verwarmen en in de zomer is koelen dus een logische. De zomers worden steeds heter en de verwachting is niet dat dat zomaar verandert. Dus is het prettig voor mens en dier. En ook zeker een belangrijk aspect is het dierwelzijn. Hè. De dieren hebben niks te kiezen. Wij kunnen weg. Maar het varken blijft in het hok waar het ligt. En heeft die keuze niet. Dus het is zeker ook welzijnsvriendelijker om daar aandacht voor te hebben. Nou, duidelijk. Dankjewel voor je verhaal. Dit was Boerderij Uitgelicht. Vond je deze video nou leuk? Abonneer je op ons YouTube-kanaal.